Hoi, mensjes. Ik ben vandaag jarig en het is inmiddels al middag. Ik ben heel even onder de zonnebank geweest. En ik heb even mijn nagels gedaan, weer na 2 maanden. En nu ga ik met Celine en Joost even naar de stad. Ik heb dus al wel iets wat ik aan wil. Tenminste, iets wat ik aan kan. Alleen, ik weet dus nog niet zeker wat ik aan doe. Dus we gaan heel even kijken. We gaan even naar de stad. Mama! Kom, ik help je. Oké, we gaan even naar de stad. Ik zie jullie zo. Waar zijn we, Nien? We zijn even in de McDonald's, want Celine had haar trek in, toch, Nien? Joost, dit doet hij dus altijd. Doe jij bij mij? Hier word ik gewoon ziek van. Ik vraag aan hem, wil je wat hebben? Dat doe je bij mij. En wat zei je? Ik hoef niks. Resultaat, dat hij al 2 kipnuggets van mij heeft gepakt. Dat doe je bij mij. Dat doe ik niet, ja. We gaan heel even snel eten en dan... want we zijn nu net pas in de stad. Ik heb zout nodig. Wat zei je? Ik heb zout nodig. Dat is mijn kind. Dat is mijn kind. Tik hem aan. Salt gang. Oké. Zit je mijn locatie in de gaten te houden? Hoe ze weten waar je Hoi broertje. Ja. Wij zijn bijna thuis. We hebben niet echt gefilmd in de stad. Omdat we wel een beetje aan het haasten waren. En... Ik heb een nieuwe jurk. Ja, zo. Het is donker hier. Het is echt donker, de lantaarnpalen staan allemaal niet aan, oké. Maar, en Joost moest nog even naar Schiedam. En toen dacht ik, het is beter als wij gewoon naar huis gaan. Zodat wij ons rustig kunnen klaarmaken. En ik moet Celine de haar uitkammen ook. Dus dat gaan we even nu doen en dan gaat Celine de jurk aan doen. En ik heb wel 2 andere dingen gevonden, 2 broeken, maar die zou ik in principe ook wel aan kunnen. Maar dat ga ik denk ik niet doen. Ik ga denk ik een jurk die ik toen bij Pretty Little Thing, bij die shoppinghall had, ga ik die aandoen. Maar goed, ik ga dat nu even, we gaan nu naar binnen en dan gaan we snel douchen. En dan gaan we met z'n allen uit eten. Toch, Boefie? Oké, we zien jullie zo weer. Goedemorgen, ik ben inmiddels opgestaan en ik heb mijn wimpers dus niet eraf gehaald, maar ze zijn best wel heftig, dus ik wil eigenlijk even andere. Maar ik ben in ieder geval opgestaan, het was super leuk gisteren. Ik ben wel een beetje moe, maar goed. Ik moet gelijk wat doen, want ik moet Celine haar koffer inpakken. Want ze gaat dus morgen op vakantie met Joost.
En ik denk dat ik er best wel moeilijk mee ga hebben. Maar goed, dat zien we later wel. Ik ga nu nog even een paar spullen voor haar halen. En die moeten dan als laatste in de koffer. En dan gaan we dadelijk naar een vriendin van mij om de haar in te laten vlechten. Ik ben met de girl. En wij gaan nu naar een goede vriendin van mij om er haar in te vlechten. Omdat ik denk dat elke moeder dit wel herkent. Als een dochter met de vader alleen op vakantie gaat, dan is het gewoon een stuk veiliger. Zeker als je Celine's haar hebt. Om je haar in te vlechten. Want dan, dan gaat er niks mis. En aangezien haar haar best belangrijk is voor haarzelf ook, gaan nou, we... soms niet hoor. Hoezo niet? Juist in de weg. Ja, in de weg. Ja, knippen, wil je het afknippen dan? Dat groeit weer terug. Oh, oké. Okay. Ja, 1000 jaar. Oh, dan vragen we nu aan Silio of ze het even afknipt dan. Nee. Hè? Wil je dat? Nee. Oh, oké. Okay. Dus we gaan nu even onderweg naar mijn vriendin. En dan zien we jullie zo. En als je een heel groot huis wilt. Oh, dit wordt nog niet gevlogd, hè, jongens. Jawel, wel vloggen. Zeg dan wat, Rufus. Ik wil. Wij zijn bij Schiphol, want mijn kind. Verkeerd. 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 Goedemorgen, of eigenlijk goedemiddag. Het is al 2:30. Ik was gisteren met Do naar de bioscoop gegaan. Bij Defensie begin je meteen als officier, als leider. Ja, die worst ziet er gewoon niet oké uit. Heb je nou echt water? Het leukste voor de feestdagen is de koop bij Jezus. Jezus, wat gezond. Alleen ik voel me gewoon niet zo goed. Ik voel me ellendig. En het komt gewoon omdat Celine niet is. En ik weet niet wat me overkomt, want ik heb dit eigenlijk nooit gehad. Ze gaat ook wel eens een... weekje weg naar mijn moeder, of met mijn moeder is ze naar Duitsland geweest. En ja, dan is er gewoon niks aan de hand. Maar misschien omdat Joost en Celine weg zijn. Ik heb het er gewoon ernstig moeilijk mee. Het is nu zaterdag. Ze zijn donderdag vertrokken. Ik weet ook echt niet. Ik weet niet hoe het kan, want. Ik ben wel zonder haar ook op vakantie geweest, samen met Joost. Nou ja, de laatste tijd niet meer, maar toen ze wat jonger was. En wat ik zeg, ze is dit jaar nog met mijn moeder naar Duitsland geweest, ook een week. Maar misschien is het omdat Joost ook weg is.
Dus ik ben echt gewoon helemaal alleen. Oei, 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 het klinkt zo zielig. Ik voel me gewoon bijna alsof ik ziek ben. Het gaat echt helemaal nergens over. Ik ben gewoon echt een beetje verdrietig. Maar ja, ze hebben het wel echt heel leuk. En dat gun ik ze natuurlijk. En de volgende keer ga ik dus wel mee. Ik had er nu voor gekozen om niet mee te gaan. In ieder geval, enige stukje geluk wat ik dus vandaag heb. Ik denk dat ik vandaag ook gewoon even lekker ellendig ga zijn. En morgen is het een nieuwe dag. Maar het enige stukje geluk wat ik heb, is mijn koekje. Dit is dus mijn aller favoriete koekje ooit. Zo favoriet dat ik gewoon een keer bijna op het punt heb gestaan om een doos uit Amerika te kopen. Want ik kan het gewoon hier alleen bij de Pathé eten. Daarom koop ik er altijd twee daar. Weet iemand misschien waar je dit koekje nog verder kan kopen? Behalve bij de Pathé. Het is gewoon echt zo lekker. Ik hou zeg maar zo erg van zout en zoet door elkaar. Maar dit is dus wel mijn lichtpuntje. En ik besefte... Ik wou wel eigenlijk gisteren de bioscoop heel gierig ze allebei opeten. Maar toen dacht ik, nee, ik bewaar het voor morgen. Want dan geniet ik er meer van. En dat is mijn beste beslissing ooit. Ik ga eventjes Love Island kijken. Nog één aflevering. En dan ga ik deze vlog editen. En online zetten. Dus dat is eigenlijk mijn dag vandaag. Ik wou dat ik er iets mooiers van kon maken. Maar dit is gewoon echt even mijn dag. En ik heb gewoon niet echt mijn dag. Ik weet ook niet zo goed wat het is. Maar goed, het komt wel weer goed. En morgen ga ik dus wel eventjes kijken wat voor... wat ik allemaal nog kan gaan doen. Dus ik ga mijn koekje opeten. Nee. Kijk trouwens, New Love Island Australia. De rest heb ik allemaal al gezien. Het is amazing. Oké, nou, ik zie jullie misschien zo nog en anders. Bedankt voor het kijken van deze vlog. En dan zie ik jullie volgende week weer.